Waarom is deze Legodag georganiseerd? Deze Legomiddag is georganiseerd omdat er dus hier is een Lego-kamer met allemaal Lego, losse Lego. En mogen de kinderen mee spelen. Maar dat was niet zo bekend. We willen er meer bekendheid aan geven. En daarom zijn de Legomiddag. Wat is het voor museum? Het is een museum waar de staats-Spaanse linies. Dat is, er wordt het een en ander verteld over de 80-jarige oorlog. Er zijn ook hele leuke poppen van papier-maché om te zien voor de kinderen. En de ouderen hebben heel veel te lezen in het museum.